Al jaren strijdt kunstenaar Ed van der Hoek uit Oostvoorne tegen de illegale handel en misbruik van zijn werk. Kussentjes, tasjes, onderzetters, deurmatten. Je kan het zo gek niet bedenken of deze spullen zijn online te koop met het werk van Van der Hoek erop. En zonder zijn toestemming wel te verstaan. En hij wil deze verkopers van websites zoals AliExpress voor de rechter dagen. Maar dat gaat niet zo makkelijk. Meneer Van der Hoek, hoe gaat het op dit moment met uw strijd tegen deze illegale handel? Dat is eigenlijk hollen en stilstaan. De eerste insteek die we hadden is om zaken tegen sellers te gaan winnen. Dus dat betekent dat er een uitspraak komt waarbij een seller veroordeeld wordt. Mijn contacten met China hebben geresulteerd in het feit dat ik als een van de weinige Europese kunstenaars daadwerkelijk tot een zaak kon komen. En ook dat het door de rechters in China mijn zaak zogezegd ontvankelijk is verklaard. Die zou op 23 april beginnen. Alleen kregen wij op 23 april de mededeling dat de zaak uitgesteld was op verzoek van de gedaagde. En ja, dat is inmiddels 3 maanden verder. En we hebben nog steeds niks vernomen. En dat is eigenlijk best wel weer een negatieve kant van deze zaak. Ja, en de rechtszaak is nu ook uitgesteld. Waarom is dat? De zaak is uitgesteld op hele duistere gronden. Bij ons team advocaten gevraagd waarom het is. En zij krijgen eigenlijk geen adequaat antwoord. Dan wordt er eigenlijk een beetje verzucht van ja, zo werkt dat in China. En dat is natuurlijk ook niet echt bemoedigend. Maar er zit dus nu wel schot in de zaak. Maar financieel levert dat nog niets op en het kost alleen maar energie. Hoe gaat het nu verder met u? Nou, doordat ik weer wat... kijk, het is natuurlijk, dat kan ik niet ontkennen, een tijd ook echt slecht gegaan natuurlijk. Dat het heel veel energie kost en dat je moeilijk tot werken komt. En dat je eigenlijk alleen maar met je neus in al dat soort... ik heb hier vijf mappen met bewijsmateriaal staan. Dan heb ik online ook nog heel veel verzameld. En daar ging heel veel werk in zitten. En dat ging uiteraard wel ten koste van mijn creatieve energie. Ik moet stellen, gewoon doordat ik me weer wat lekkerder voel, voelen mensen om me heen dat ook. En krijg ook weer vertrouwen om weer eens te zeggen van nou Ed, wil jij wat voor mij maken? En dan zeg ik ja, oké, graag. ik ben creatief best wel weer heel actief. En dat betaalt zich ook wel uit, om het even in commerciële termen te zeggen. Maar